Hallo jongens en meisjes van Tolkien als Gamer, welkom terug bij deze gloednieuwe video. Vandaag gaan wij namelijk de nobele uitdaging weer proberen. Ik hoop dat het me gaat lukken. Voordat we überhaupt beginnen, druk natuurlijk thuis op dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En ik hoop niet dat ik trouwens al mijn gems ga lopen verspillen. Ik hoop dat ik echt ga winnen, of tenminste iets usefuls krijg. In ieder geval, deze video is gesponsord door App Greedy. Wat dit namelijk is jij kan extra geld verdienen, gratis gewoon geld natuurlijk verdienen. En dat kan via een app, en dat heet natuurlijk dus App Greedy. Wat je kan doen is, je kan door middel van apps te downloaden, vooral games, kan jij punten verzamelen. Die punten kan je eigenlijk uiteindelijk weer later veranderen in geld. Of bijvoorbeeld Clash of Clans gems, dat kan ook. Je kan niet alleen punten verzamelen door bijvoorbeeld dus dingen te installeren, maar ook door surveys in te vullen, dus gewoon vragenlijstjes. Of mee te doen aan winacties. Maar ook gewoon door simpelweg video's te kijken op YouTube bijvoorbeeld. Wat ook heel slim is om te doen is, je hebt namelijk uiteindelijk zo'n referral code. En met die code, als je dat naar mensen stuurt en je zegt tegen ze download ook en doe het ook, krijg jij 50% van wat zij maken ook is nog extra erbij. Dus dat is ook echt heel handig. Je ziet het al, ik heb zeg maar 11.000 punten. Ik heb het geld heb ik gewoon overgemaakt naar mijn PayPal. Je ziet hier wel anders het bewijs voor als mensen het niet geloven. Hoppa, hier is het bewijsje. Het link is hier in de beschrijving als jij het ook thuis wil proberen. Download het gewoon. Oké, laten we gewoon het ding de nobele uitdaging aansluiten. Nou, laten we gewoon meteen vechten. Waarom ook niet, jongens? Holy shit. Ik hoop dat het maar waard is. Ik zweer het. Want meestal gaat het niet zo goed bij mij. Oké, meestal verlies ik gewoon al mijn edelstenen altijd. En zulke shit. Ik weet niet eens waarom ik dit doe. Oh, what the fuck. Oké, hij zet opeens Kobolden daar neer. Oké dan, kut Kobolden. Oh, en een miner. Nou, hoe bedoel je hij is vervelend? Goddammit, ik haat zulke miners. Gelukkig doen ze niet heel veel damage, weet je. Daar ben ik wel weer blij mee. Deze guy gaat helemaal los, jongen. What the hell? Kijk, meestal spelen mensen in deze arena heel rustig en zo. Tenminste, ik weet niet. Heeft dit te maken met arena's? Ik weet niet. In ieder geval, meestal spelen mensen rustig. Maar deze guy ging helemaal los net. En het heeft nog gewerkt ook op een of andere manier. Dus ja, oké. Hij heeft nog trouwens best wel goede kaarten, man. Ik moet zeggen, weet je. Oké, ik zet hier een Infernator, anders ben ik de lul, man. Oh, nee, dat was dom. Ik weet niet wat ik doe, man. Dat was dom. Waarom de fuck, Tolkien, zou je een Inferno-toren? Ik ben moe aan het worden. Ik ben net terug van school. En ik heb nogal video hiervoor opgenomen. Ik ben echt doodmoe. Want dat was echt de domste set die je ooit kan doen. Een Inferno-toren zetten naast een EU-Wiz. En ah, my god, jongens. Dat is niet gebeurd, oké? Laten we gewoon doen alsof dat niet gebeurd is. Ah, die mijnen moet ik stoppen. Kut, sorry. Dit wordt lastig. En een Inferno-draak doe ik er ook wel bij. Dit wordt een lastige win. Ik weet niet of ik dit ga kunnen winnen. Ik hoop van wel. Maar tot nu toe ziet het er niet goed uit. Ik heb niet eens mijn golem kunnen gebruiken omdat die guy zo erg aan het spammen is. Ik weet echt niet wat er gebeurt. Ik zet mijn struiker over aan de rechterkant. Hopelijk doet hij wat damage. Maar dit is echt heel vervelend, jongens. Ik moet even wat rustiger aandoen, man. Ah, weer moet ik dit stoppen met pijlen. Holy guacamole. Wat een vervelend deck heeft hij dan. Kom op, golem. Ik wacht op jou, jongens. Ik wacht op jou, golem. Kom op. You got this. You got this, jongens. You got this. Kom op. Kom op. Elixir, gun mij. Nou, ik hoop dat we eigenlijk snel onder die 1 minuut komen, man. Dan kan ik tenminste nog even dingen spammen en zo, weet je. Want dit is echt vervelend. Ik heb een heel duur deck voor de mensen die het niet weten. Ik heb een 4,3 gemiddelde deck. Gem deck. Nee, hoe noem ik dat? Elixir deck ding gemiddelde. Oh ja, dat ding. Jullie snappen wat ik bedoel. 4,3. Dat is best wel hoog. Weet je, de meeste mensen hebben het niet. Oké, hij zet links. Zet hij een Inferno draak neer. Op zich kan ik dat stoppen met een Inferno. Oké, ik moet wel een Inferno toren zetten. Anders ben ik de lul. Anders ben ik echt de lul. Ik zeg nu jongens. En een prinses gooi ik er ook wel achter. Want dit moet ik. Ah nee, dat was stom. Oké, ik weet niet, jongens. Ik weet niet. Nou, op zich hebben we het nog wel een beetje verdedigd. Mijn toren is waarschijnlijk wel weg, man. Ik zeg eerlijk of niet. Of gaan we dat verdedigen? Als we dit verdedigen, voel ik me goed. Oké, ik voel me goed. We hebben verdedigd. Pijlen rechts. Of nee, we hebben niet verdedigd nog. Gaan we. Oh, hij heeft mijn toren, hè? Ja. Oh, net niet. Holy shit. Holy guacamole. Oké. Ah, die strike erover had ik niet moeten zetten, trouwens. Ah, heeft hij nou mijn toren nu? Oh, nee. 51 HP. Close. Oké, ik zet mijn prinses erachter. En hopelijk. Ja, nu hebben we wel zijn toren, toch? Kom op. 1 hit. 1 hit. Ben je serieus? 27 HP. Ben je fucking. Ik word echt boos daardoor, hè? Ik snap echt niet hoe dat mogelijk is. Ik zweer het. Dat is like zo close. Ik word er gewoon boos van. Deze guy springt gewoon ook overal naartoe. Wat vervelend. Oké, hij heeft mijn linkertoren sowieso met die kutting. Miner. Maar oké, nu gaan we die miner wel stoppen. Ik wil echt een. Ik ga gewoon even. Ik ga gewoon pijlen gooien. Anders heb ik al verloren. Ik gooi even die pijlen. Anders heb ik meteen verloren, weet je. Dus dat moet wel. Oké, die prinses moet ik wel stoppen trouwens. Anders ben ik de lul. Shit. Nou, dit wordt sudden death dus. Ah, wat moet ik nu doen? Ik ga denk ik een golem aan de linkerkant droppen. En dan ja, ga ik die golem gewoon supporten, man. Dat is de bedoeling. Ik moet eigenlijk gewoon wel rechts ook verdedigen, trouwens. Oh, deze game wordt lastig. Deze game wordt lastig. Ik weet het nu al. Shit. Hoe ga ik dit winnen, jongens? Ik weet niet. Ik moet links verdedigen. Ik zet wel gewoon een Electro-token naar links. Ik ga denk ik Inferno Duck aan de rechterkant droppen, man, of zo. Ik weet niet, man, wat anders. Oh, shit. Nee, dit is niet goed. Kom, stop die miner. Stop die miner. Ah, jongens. Wat doen we? Ik wil niet verliezen. Niet meteen mijn eerste game. Dan wil ik niet verliezen, man. Ik heb het wel echt enorm slecht gespeeld, moet ik erbij zeggen. Oké, strak erover aan de linkerkant. Oh, hij zet een prinses daar. Nee, ik stop meteen die prinses met een, hoe noem je dat ding? Een EWIS.
kut ding is dat, jongen. Ik haat die kaart, hè. Met al mijn leven haat ik die kaart, hè. Ik zweer, ik zit wel gewoon in Infernatoren hier neer. God damn, wat vervelend is dat, jongens. Oké. Ah, hij heeft weer een miner. Kut. Ah, oh, die miner. Ja, ik heb verloren. Ik heb verloren, jongens. Of niet? Ah! Oh! Oké. Ik dacht, misschien heb ik het net aangehaald. Maar laat ook maar zitten. Laat ook maar zitten. Hey, deze guy waar tegen ik speelde was nog best wel goed, oké? Ik heb wel nu één verloren. Kaboom, ja, ik weet het. Ik haal mijn leven. Maar hey, het is maar één win. We mogen nog twee keer verliezen. Het is maar één lose, bedoel ik. We mogen nog twee keer verliezen, dus niet erg. Oké, ik heb een struikrover up. Dus ik ga zo meteen, denk ik, gewoon bij Max Elixir een struikrover aan de linker of rechterkant droppen. Dan kan hij wat extra damage doen, natuurlijk. Even kijken. En dan ga ik weer rustig aan spelen, man. Ja, man. Kom zo. Kom op, boys. Kom op. Doe het. Nee. Oké, hij heeft een heks ingezet. Ja, perfect. Verpest het maar weer. Homo's. Verpest het nou maar weer. Kut, irritante. Poep Chinees. Oké, zo. Ik zet een E-Wiz. Ik kan echt niet uitschelden. Ik weet niet of jullie het hebben gehoord aan me. Ik kan echt niet uitschelden. En als ik het probeer, dan doe ik het ook zo slecht. Like, what the fuck heb ik zojuist gezegd? Ik weet niet eens. Ik ben zo moe. Ik weet niet eens wat ik heb gezegd. Oké, jongens. Verdedig. Verdedig. Ah, ik ga denk ik zo meteen. Ik heb mijn struikrover weer zo up. Ik ga zo meteen gewoon weer aan de linkerkant iets geks droppen, denk ik, man. Ah, hij is zo'n ijstovenaar. Kut, legendarische kaart is dat, jongen. Ik zweer, deze is zo tanky en vervelend, besef. Dus ja, ik weet niet hoe ik dit per se moet verdedigen nu. Ik weet het niet. Hey, ik doe nog wel damage gewoon aan de linkerkant, hè. Ik irriteer hem wel, dat wel. Kijk, ik zet een babydrak weer om dat te verdedigen van die ijsgolem. Anders gaat hij hitten en zo, weet ik niet. Dus pak even die ijsgolem, babydrak, alsjeblieft. Pak even, dankjewel. Ah, deze game wordt vervelend, jongen. Deze game wordt echt kapot vervelend. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik ben even aan het nadenken. Ik kan of de linkerkant volgaan of de rechterkant volgaan. Op zich, je weet toch, ik kan gewoon helemaal. Mag. Alles mag. Alles kan. Thee kan, koffie kan, ha kan, ser kan. Tolga kan, alles kan, jongens. Ik ga denk ik een golem aan de linkerkant droppen. Die is ietsje lower, dus ik ga gewoon de kansen nemen. Oh, nee, ik moet verdedigen rechts. Kom op, jongens, verdedig. Ewis, alsjeblieft red me. Ewis, alsjeblieft red me. Maar je gaat me niet redden, of wel? Nee, je gaat me niet redden. Ik haat jou. Ewis, ik haat jou. Ik mag je niet meer. Ik mag je niet meer. Weet je wat? Fuck jou. Ik ga nu gewoon proberen de linker te pakken. Of gaat het niet werken? Ik denk het niet. Ofwel, ik weet niet. Kom, prinses, hit nog één iets. Ah, lekker. Oké, we hebben het net nog gepakt. Anders zou ik echt boos worden, je weet toch? Oké, kom. Nu is het nog niet zo heel erg, oké? We moeten gewoon de rechte toren pakken. Ah, oh, hij zet... Ah, oh, die kutding komt lopen, jongen. Shit. Ik ga gewoon aan de rechterkant straks overheen gooien, man. Ik voel hem. Ik voel hem nu wel. Kom. Ah, hij gaat wel het kunnen verdedigen. Ja, natuurlijk. Hij heeft zo'n kut... Dit is, jongens, echt een vervelend kaart. Weet je waarom? Het is en tanky. En het is maar een paar elixir of zo. Echt bijna geen elixir kost dat ding. Oké. Hij heeft een heks en een oven aan de linkerkant. Hij wil die kutstrategie gooien. Ik weet het nu al. Ik ga een babydrak aan de linkerkant gooien. Om dat een beetje in de gaten te houden. Een beetje te verdedigen. Maar ik ook een... Ja, ik zet wel ook een Infernatoren erbij. Ik moet die shit wel gewoon goed defenden. Anders ben ik de lul, jongens. Anders ben ik de lul. Oké, ik moet het goed nu verdedigen. Oh, kut. Oké, anders heb ik verloren. Ik moet het nu heel goed verdedigen. Ik zet ook een EOS neer. Kom op, Electrotovenaar. Oh, ik moest boertje weer laten. Electrotovenaar, kom op. Oh, shit. Wat zet hij nou opeens random dat ding nu? Oké, nou, dat gaat niet lijken. Ik heb het op zich nog goed gedefend. En nu ga ik weer nog een golem aan de rechterkant droppen, boys. Let's go. Gevecht eindigt over 10 seconden. En dan is het sudden death, jongens. Of is het al sudden death? Ik weet het niet eens meer, jongens. Het boeit mij allemaal niet meer. Oké, kom, pijlen. Let's go. Ik wil dat je nu pusht, oké? Sudden death, duntje. Kom, ik wil nu die rechte toren wel pakken, jongens. Anders ben ik echt teleurgesteld in het leven. Nou, dit gaat blijkbaar niet werken. Ik moet nu wel verdedigen. Ah, is het weer zo'n varkensruiter? Kom op, jongens. Oké, dit gaat toch wel lukken, jongen. Rustig tolgan, jongen. Rustig tolgan, jongen. What the fuck, jongen. Doe eens even kalm. Ik moet nu even nadenken, man. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik zweer, ik weet niet. Ik ga even rustig aan doen. Ik ga denk ik verdedigen als eerste aan de rechterkant. Want die guys komen weer helemaal uit het niets. Ik zet hier een Infernatoren neer. Anders ben ik de lul, weet ik nu al. Kom op, zo. Verdedig dat. Ah, en ik moet nu Infernatoren erbij zetten. Want anders is mijn toren weg. Kom, verdedig. Verdedig, jongens. Kom op, alsjeblieft niet laten gaan. Alsjeblieft niet doodgaan nu. Oké. En met doodgaan bedoel ik dat mijn toren helemaal neervalt. En als dat neervalt, dan ben ik een soort van dood in mijn ogen. Dus ja, oké, kom, pak die toren uit de rechterkant. Pak het, tak het, jongen. Kut, sorry, alles verpest. Waarom werkt niks, jongen? Waarom werkt niks vandaag, jongens? Holy. Oké, ik zet weer een golem in aan de rechterkant. Ah, dat was dom, die golem, hè. Want nu gaat hij weer pushen aan de linkerkant. Ben ik verloren, of niet? Ah, verdedig. Verdedig. Oké, ik heb die pijlen nodig, anders ben ik de loop. Pijlen, ah! Kom, babydraak. Oh, kut, Infernatoren. Ah, heb ik geen. Kijk, die golem heeft verpest. Ik zei nog tegen jullie. Die golem gaat hier loose worden. Ik weet. En alsnog deed ik het. Weet je waarom? Omdat ik gewoon moe ben. Ik ben gewoon... Ik wil mezelf mishandelen. Kom, laten we nog maar één keer doen. Ik verspil gewoon mijn gems weer. Ik verspil gewoon weer helemaal mijn gems, jongens. Dat is natuurlijk wat ik doe. Oh, ik ben blij dat ik nu niet gewoon 1v1 speel, hè, in arena gevechten. Want dan weet ik zeker dat ik gewoon alles aan het verliezen zou zijn. Kom. Golem.
Yeah. Nu gaan we winnen. Positiviteit. Let's fucking go. Fuck die valkyrie die hij net zette. Ik weet niet eens waarom die dat deed. Oké. Okay. Oké, hij zet op een of andere manier Kobolden-ton daar neer. Weet je, je gaat dat gewoon met Electrona stoppen. Waarom ook niet? Oké. Okay. En ik ga denk ik aan de linkerkant ook nu zo'n struik erover gooien. En dan hoop ik dat het een beetje gaat lukken. Dat hopen we. Alleen die valkyrie gaat mijn ding heel erg irriteren nu ik erover nadenk. Oh, vuurbal heeft hij getropt, jongen, die guy. Maakt niet uit. We gaan nog alsnog damage doen op zijn linkertoren. Boeit niet, jongens. Weet je, ik zet ook pijlen hier zo neer. Zo, dat is wel heel mooi, die pijlen. Ik zweet, we kunnen zeggen wat je doet, maar die pijlen waren nog best wel lit. Oh, ik zet prinses meer. Oké, nu gaan we pushen aan de rechterkant, baby. Dit is nog best wel goed gespeeld voor mij. Ik zou jullie kunnen zeggen wat je willen. Maar dit is nog best wel goed gespeeld voor mij. Oh, wat is het Kobolden-ton op mijn prinses, jongen. Nou, snap. Vind ik wel echt vervelend hoor, jongens. What the fuck? Hij verpest het weer helemaal. Wat een vervelend jongetje is het. Hoe heet hij? Alligator Gang. Ik mag hem niet. Ik mag hem helemaal niet. Oké, nou. Op zich ziet het er niet goed uit. Best wel goed uit. Niet slecht uit. Dat wou ik zeggen. Op zich zie je niet. Wat de hel zeg ik? Ik ben moe. Ik zweer het. Oh man. Ik zei, ik had school vandaag 9 tot 4, hè. Oh, jongens, ik ben kapot. Ah, wat doe ik? Ik moet het verdedigen met een... Ik ga Electrona gooien. Zo, kom. En dus ik ben nu aan het opnemen. Zo meteen ga ik even naar de gym, even een workout. Ja, ik ben een beetje laatst tijd druk bezig. Ik zeg heel eerlijk, je weet toch? Laatst tijd ben ik wel druk bezig. Kom, musketier. Pak die musketier. Ik wil niet iets inzetten om die musketier te stoppen. Kom. Oké, nou, nu is het tijd om aan de rechterkant de struik over te doen. Want hij gaat sowieso mijn golem links verdedigen, je weet toch? Anders wordt hij gek. Ja, kijk, ik zei het toch. En nu kan ik... Ah, pijlen. Ja, dat is te laat. Dat is te fucking te laat, jongen. Pot voor die dikke man. Kom, golem. Pak die linker toren. Ja, dat gaat hij wel sowieso pakken. Oké, en nu de rechterkant meteen. Nu de rechterkant meteen focussen, boys. Hij zet een kobolden toren. Oh, gaat hij kobolden toren mijn toren pakken? Weet je serieus? Misschien wel, hè? Ja, man. Of niet? Oh, net niet. Holy shit. Oké, ik heb geluk. Damn, ik dacht dat hij echt mijn toren had daar zo. Oké, kom op, Inferno draait erbij aan de rechterkant. Samen met een Eowiz. Vind ik wel leuk. Ik hoop dat het werkt. Ik hoop het, denk ik niet trouwens. Die musketier is wel vervelend. Ja, die musketier is vervelend. Oké, kom op. Doe even wat damage. Ah, wat de hel heeft hij weer een Valkyrie. Wat een vervelend jongetje is dit, zeg. Ik zweer het. Ik ga hier een Inferno toren zetten om dat gewoon te defenden. Oh, wat de hel. Oké, dat had ik niet moeten doen. Wat? Waarom zet hij aan de linkerkant de prins dan? Oh ja, want hij weet, hij gaat mijn rechter toren sowieso pakken. Oké, deze wordt nog echt heel close, man. Ik zeg eerlijk, deze game wordt nog echt heel close. Oh, kijk, en nu heeft hij ook mijn rechter toren, man. Shit. Kijk, ik wist het, man. Ik zei, hij is kapot slim. Ik wist wel dat hij, ja, hij heeft zijn huis gebruikt. Oké, kom op, Ewis. Kijk, nu, maar nu kunnen we nog winnen, man. We kunnen nog winnen. Op zich kunnen wij nu weer pushen, weet je. Op zich is het niet heel verkeerd. Kom op, zo, pijlen. Kom op, jongens, wat de hel. Ah, strak erover. Kom op. We moeten nu die toren pakken in 10 seconden, hè. Anders hebben we al verloren. Kom op, alsjeblieft. Gun me, alsjeblieft. Kom, pak dit. Kom op, 1 hit. Dankjewel. Oké, we hebben nog niet verloren, jongens. Dit was spannend. Ik ga nu een golem op die pitch zetten. Kijk maar. Gewoon scheid aan het leven. Kom, nu is het tijd, baby. Let's fucking go. Oh, hoe moet ik dat stoppen? Hoe moet ik die skelet leeg stoppen? Kom op, stop het. Nee. Oké, mijn prinses is sowieso dood. Ik ga een baby tak erachter zetten. Kom op, bam. Golem. Oké, die heeft niet zo over. Oh, shit. Ewis. Stop die prins, jongens. Oké, ik zet hem strak over daar zo neer. Kom op, end. Kom op, jongens. Nee, ik zweer als die prins end. Kom op. Ik ga gewoon voor die push. Kom. Let's go, baby. Let's go, gaan we doen. Nee, we gaan het niet doen, hè. Oh man, we gaan het gewoon niet kunnen doen. Dit is echt heel close trouwens. God damn. Oh shit. Inferno toren, ik weet niet, dit is niet goed. Oh nee, ik had baby dat ik moet inzetten, kut. Stress. Ah, fuck. Oké, kom op, het is nog niet voorbij. Ik zet nu golem in die bitch. Oké, was dat dom, want nu gaat hij weer in die bitch bij mij gooien. Ah, ik weet niet wat ik zei. Oh nee, ik had sterk door moeten gooien, of niet, ik weet niet. Ik zweer, ik weet niet meer, ik ben boe. Oh man, oh man. Oké, nee, dat was niet zo heel slim. Oké, kom op, stop die dingen, stop het. Ik ga nu strak erover gooien en hopelijk gaan we... Nee, die gaat sowieso op die valken. Oké, ik heb verloren. Of niet? Oh my! Holy shit, deze games. Ik word helemaal... Ik ga niet eens meer spelen. Ik ben blij dat ik gewoon die nobele uitdaging niet heb verloren. Want anders was het echt heel beschamend. Oké, ik ga mijn kroonkist even openen voor jullie zo. Kijken wat erin zit. Niks interessants. Oké, jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk? Vind je geen tijd? Mogen je het abonneren op mijn YouTube kanaal? Dan zie ik jullie weer ooit.